Samen met zusterinstellingen in de hele wereld hebben de Nederlandse spaarbanken voor de 35ste maal de Wereldspaardag gevierd. Ieder volk houdt er zijn eigen soort spaarpotten op na. De man die u daar alles over kan vertellen, staat aan het hoofd van de grootste spaarpottencollectie in Europa. Het is de heer Ter Wolbeek uit Amsterdam, die onder meer eigenaar is van een 150 jaar oud zilveren Nederlands exemplaar. Varkens staan in de hele wereld model voor spaarpotten. Voor kleine en voor grote. Deze komen uit Zweden. Een pronkstuk is een met de hand gemaakte spaarpot van aardewerk uit Brits-Guyana. Ook zijn er exemplaren uit het Verre Oosten, waaronder een Japanse geisha. Dit nikkertje deed vroeger dienst in een missiehuis in Afrika. En dan is er de man die, hoewel hem nimmer de kritiek bespaard werd, veel deed voor sparend Nederland, waar of niet. In Duitsland wordt de spaarzin bij kinderen aangemoedigd met de unieke pfennigtuimelaar. En in Amerika met de raketspaarpot. Ingenieus en fantasierijk is ook dit houthakkertje, dat een ereplaats inneemt te midden van de 1200 spaarpotten van de heer Ter Wolbeek. Typisch Nederlands is de gewoonte om in de haard te sparen en niet alleen in een miniatuurexemplaar. Gelukkig raakt dit in onbruik en beginnen hoe langer hoe meer haard en vooral ook oude kousenspaarders een nieuw spaarleven. De Nederlandse spaarbanken hebben verleden jaar met voldoening geconstateerd dat Spaarend Nederland 870 miljoen gulden meer binnenbracht dan terughaalde. Op hypermoderne wijze wordt al dat spaargeld geteld en gesorteerd. De spaarbanken bewaren de miljoenen gulden secuur. Daarvan konden wij ons op de Wereldspaardag overtuigen. In 1817 kreeg Nederland zijn eerste spaarbank. Maar al drie eeuwen geleden werd het nut van het sparen door velen beseft. Onder andere door vader Cats, die ervan zei: spaarzaam en met mate leven, dat zijn renten die veel geven.